We zitten zonder stroom. Ik vind het zo mooi. Dat is goed. Dat is goed dat je dat ja. Maar kan ik iets over doen? Misschien best niet aan het blijven. Jawel joh. Ja? Ja, respect het hart. Zo, een dun laagje Flaminal Hydro. Dan gaan we eens even kijken, even met Hans de plasticer. Het spant wel en het pikt soms ook wel. Maar in ieder geval beter dan ijskoud. Een beetje pijn mag je zijn. Maar ze moest een korte broek aan doen. Ik heb toch maar een lange broek aan gedaan. Wel geen gewoon echt lange broek, maar een joggingbroek. Dat kon niet anders. Hey, what the fuck? Dat is Jarnoš nog. Wat gaan we doen? Hallo. Je oké? Nee. Nestle is ook van verschoten. Hm? Nestle is ook van verschoten. Ik peer vol lekker zo deze gezicht. We zijn hier één spelletje aan het spelen. Eén spel. Heb je toen nog steppen? Hm? Als je toen nog steppen. We zitten zonder stroom. Alles is donker. Ja, buiten de laptops. En met deze, want deze zijn met elkaar verbonden. Maar, it's down, de electricity is out. En ja! Let's go. Oké, nu gaan we eten met die Jarnoš. Kousgold van die puree. Oké, jongens, ik heb het jullie nog niet gezegd, maar ik ga papa dus verrassen met een ledstrip. En ik ga dus nu naar Moeke rijden, want die is daar geleverd. Ja, ik kon het niet hier laten leveren, want de papa denkt van, wat de papa doet dit ding hier? En mama heeft ook voorgeschoten, dus ga ik haar even terugbetalen. Maar papa is nu padel tot 10:30. Ik heb... ik ga met steppen nu vertrekken. Ik heb net geschiedenis geleerd. En papa is padel van tot 10:30 en het is nu denk ik 8:15 of zo. Ik ga eens kijken. Het is 8:15. Kwart voor 9, sorry. En ik ga dus nu naar Moeke rijden, snel. Want ik ga die ophangen. Dus ik ga die zo hier hangen. Ik zal even laten zien. Ik ga die hier daar onder het kastje hangen. Het is een 3 meter ledstrip, kan je bedienen met die telefoon. En papa weet er dus niks van. Dus helemaal in het donker zitten. We gaan het donker mogelijk maken. En als papa thuis komt rond 10:30 van padel, dan wordt hij verrast. Ik had u nog niet verteld, want ja, mijn ouders kijken mijn vlogs. Ja, toch zeker papa.
Mama kijkt alleen de interessante. Als het over haar gaat of als we iets leuks zijn gaan doen met z'n allen. Maar ja, dan kon ik het dus nog niet eerder vertellen. En ik kon ook niet zeggen van, het is een verrassing. Er komt een verrassing aan, want dan zou papa denken van, what the fuck. Ik heb denk ik in een vloeiend kwartiertje of zo met step gereden dan hier. Kiekeboe! Miss een step! Ja hoor. Oh, kom jij pakken al? Ja. Allee, vooruit. Ik zal even wachten hier. Misschien kan ik die beter in een zakje doen, want een lesstrip zit meestal nog in zo'n doos verpakt en anders ga je helemaal... Ja, dat is een beetje onhandig en dan kan je niet full speed rijden natuurlijk. En dat in een zak moeten steken, ja, ik hè? Denk het ook. Hé, want zo kunnen dat niet meenemen, nee. Hè? Ja. Blijf jij daar staan? Ja. Ja? Oké, okay, wacht, wat de fuck, dat ziet er niet uit als een ledstrip. Eens even voelen, hé. Dat is nu al een plat pakket, what the fuck. Ja, het is mogelijk. Dat is zo aan de step hangen, hè? Ja. Zeg, dat vond ik dan niet, hè? Nee, dat, als je in de brievenbus steekt, dan, ja, dan merk je dat niet, hè? Ja, maar ik dat busje stoppen en dan zak ik je vent. Daar. En ik wil ik de deur komen open doen en in één keer is je naar weg. Oei. En ik vond dat je dat pakje in de hier waarschijnlijk ze overal rondzien. Hé, waar is dat, hè? Tot als Fik... Dat was van de kliniek, nee. Fik zei er al in de brievenbus gaan zien. Ik zeg, nee. Ik zeg, ga dat dan wel in? En hij had je dat in de brievenbus gestoken. En ja. Je had niet gebeld of niks. Oké, ik ben weer thuis. Oeh, hier is een halve uit per ongeluk. Ja, ik heb hem daarnet even opgemaakt. Want ik geloof niet dat er een echte lesstrip in zat, zo'n dun ding. Ik geloof eerst niet dat er een echte lesstrip in zat, want kijk hoe dun dat pakket is. En toen ik zo had kijken van, huh, dan heb ik het even opengemaakt, maar er zit inderdaad een lesstrip in. En moest je het kastje kwijtraken, je kan nog altijd besturen via telefoon, dus. Is goed. Wat goed. Hier zo. Zijn, hier zijn nog twee stopcontacten. Ze zijn allebei bezet. Maar ik weet van welke dat de Blu-ray is en welke dat de tv is. Enfin, in ieder geval. Ik weet welke van de tv is en die kan ik even uittrekken. Ik heb mijn tv ook al moeten uittrekken. Er was niks meer gebeurd. En kan ik daar een verlengkabel insteken. Kan je meerdere prijzen. Kan je zo, hup, hier de wifi connector. En dan hier zo, oh nee, wacht, hier de led strip. Want als je hier plaats hebt, heb je volgens mij minder licht ook. En hier is ook minder plaats. Maar ik weet niet, zou ik nu hier zo beginnen? Hier zo vandaar? Of zou ik hier beginnen? Amber, kan je mij helpen meten? Oké, jongens, net zoals de vorige keer maken we weer een timelapse. Dus dat gaan we ook weer doen. We gaan even unboxen. Oké, even openmaken. Want hier zit volgens mij weer de kastje, want er zit niks anders in de doos dan dit. Het is zoals een zak hersluitbare cornflakes. Oké. Hier hebben we de led strip. En dan... What the fuck, er zit geen kastje bij. Wat? Gaat het alleen met de app dan of wat? Oké, okay, er zit geen kastje bij. What the fuck? Was dit de bedoeling? I don't know. Is dat dan zo alleen maar één kleur? Nee, multicolor staat er, stond op de website, dus... Ja, bro. Oké. Okay. Ja, dan moet het alleen maar met de app. Stel voor de gsm, nu pas kan je dat ding niet aansteken. Maar dus, ja, dat moet maar, hè. Oh my god, kijk hoe kort die kabel eigenlijk is. Dit is die kabel. De kabels in mijn kamer zijn ongeveer 2 meter lang. Dit is de kabel die erbij is. Wat de f***? Hoe moet ik dit ooit gaan doen? Deel 1 is gefixt, bro. Ik heb de tv even uitgetrokken. Ik heb de tv even uitgetrokken en een verlengkabel ingestoken. Helaas kan die verlengkabel hier niet verder. Want die kabels die zitten hier in die valse muren en dan naar de tv. Dit gaat echt nipt werken, want kijk hoe kort die kabel is. Als we dit nu zo doen. Dus als we deze dicht doen. En deze hier. Zo.
Voilà. Dus dan moeten we wel van hier beginnen. Er zijn nog een extra verlinkhouden, maar dat gaan we niet doen, want dan hebben we er geen meer over. Dus ik moet wel van hier beginnen en dan gaan we zo verder. En we zien er wel een oplossing. Jongens, het hangt hier zo helemaal en dan hier hebben we zo gedraaid en hier op het laatste stuk hier hebben we gedraaid en hebben we zo het laatste stuk hier nog gedaan, want ja, er schoot nog best wel veel over. Ze zeiden dat we ook kinder wilden beginnen, maar dat kwam hier niet uit met het aantal stukje, aantal hoeveelheid van de kabel. Maar er is geen kastje bijgeleverd, dat is wel enorm kut. Stel je voor dat je gsm nu plat is of zo, ik kan gewoon die laptop niet aansteken. Of jawel, misschien gewoon niet uit prijs. Ja, fa bro. In ieder geval, we gaan nu alles uitdoen. Alles dicht, alles van licht uit. And we're gonna see the result. Oké, jongens, ik heb achterhaald hoe we de app moeten doen. Dus hier op die connector. Wacht, hè. Hier zo, hier is een QR-code. En dan moeten we normaal naar de App Store leiden. Dus dat gaan we zo meteen even uittesten. Maar we gaan eerst... Ja, als je een casco open doet, dat dan disconnect. Maar ja, we doen de casco toch nooit open. Dus let's check the result. Oké, zoals jullie kunnen zien, het is nu donker. En ik lig hier bij die kast. We gaan nu het eindresultaat checken. Ik ga de verlengkabel aanzetten. 3, 2, 1. En dan gaat dit te veel gaan. Oké. That's the end result. Dus nu moeten we met die app proberen verbinden. Oeh, dat ziet er wel nice uit, hè? Oké, jongens, dit is de end result. Ik vind hem zo mooi. Oh. Hij is zo helemaal. En hier krullend. En dan hier onderdoor, het laatste stukje. Sari was hier normaal gezien ook, maar die is dus niet hier. En we gaan even Sari. Ja, dat weet ik. Het is bijna 10:30. Ik heb een camera neergezet. De ledstrip is aan. Op de kleur rood. Papa komt zo meteen binnen. Zaklamp van de ding is aan. Anders zie je hem niet. En ik ga even afwachten tot hij komt. Wacht even. Ja. Oeh. Dat mama, ik heb op mama haar naam besteld. Waarom? Echt. Confusion. Dat is niet geen dat dingen dan is. Dat is niet voor je fiets. Dat heb je fiets besteld dat. Ja, dat komt morgen. Gestoken. Dat is toch het meest geniaal van al. Hier zo heeft dat zo connectie en dan zit hij hier in de verlengkabel. Echt kei-chic. Wat is? Okay. Echt kei-chic, man. We moeten even in de wasstrip zitten. Ja, alles marcheert. Echt ferm gedaan. Wow, ik heb echt papa nog nooit zo blij gezien over iets dat ik voor hem heb gekocht. Of voor een verrassing of zo, echt. Normaal gezien zegt hij altijd van, oh, ja, schoon. Maar nu was hij echt van, oh, echt, merci, echt waar. Ik vind het kei schoon. Ik heb de app even gedeeld met hem. Ik kan hem normaal gezien ook verbinden, maar ik heb dat wel via de QR-code gedaan. En volgens mij, als die QR-code scant, dat hij dan gelijk automatisch verbindt. En ik heb hem gewoon de app via WhatsApp gedeeld, dus... Ik weet niet of het gaat werken. Zo, morgen wel allemaal verder regelen. In ieder geval, ik ga slapen. Ik zie jullie morgen terug om 19 uur. Tot morgen. Peace out.